Oké, okay, nou begin maar. Vandaag heb vorige keer dat we gingen we naar een bloemenzaak bij de Kroonstraat. Het was heel leuk. We hebben een mevrouw geïnterviewd en ze heette Suzanne. Ze was geen ondernemer, maar ze had wel. Het was een soort van familiebedrijf. Haar baas was aan het werken, dus ze had geen tijd. We moesten. Het duurde niet zo lang, maar we moesten wel even snel weg. Ik ben de interviewer, MCVA. Waarom de cameraman, Marcos de filmman en Erika de onderscholing? Ik ben het foto gemaakt toen voordat we beginnen. En het was het einde. Dit was de ondernemer, maar ze zat het heel druk, dus we konden haar niet interviewen. Kunnen jullie vertellen wat een ondernemer is, kinderen? Een ondernemer is, is iemand die een eigen bedrijf heeft en daar. Ja, een ondernemer is iemand die. Hier waren we bij een bloemenzaak. Zoals jullie weten had iedereen zijn eigen taak en Ines en Sofie gingen de mevrouw interviewen. En wat voor vragen hebben jullie gesteld bij de interview? Hoe de mevrouw heet, wat ze doet, of ze de ondernemer is, of dit haar eerste baan is. Of ze daarvoor nog een andere baan had. Hoe ze het vindt om daar te werken. Of daar familie is. En of ze ook geld verdienen. Ja. Wat hebben jullie allemaal geleerd ervan? We hebben geleerd wat ze allemaal daar doen en hoe ze dingen hebben ingepakt Misschien weet jij nog wat te vertellen over het wat jullie hebben meegemaakt met ondernemen? Wat zouden jullie zeggen tegen de mensen? Wat wou je zeggen als je iemand wil interviewen? Wat zou je zeggen? Je moet niet vertellen wat er is gebeurd, wat je niet gedaan hebt. Niet vragen stellen. Van de vraag gesteld aan de vrouw. Het was bij de bloemenwinkel. Naast de bakker. En ik vond die vrouw de bloemen mooi. En daar heb ik het goed gevoeld. Oké. Okay.